Die muzikale activiteiten in bijvoorbeeld Wicked en Wicked en Nervous, je hebt die dingen echt nog wel waarom in die nieuwe duistere muziek. Absoluut. Kijk, je muzikale carrière is een optelsom van allerlei dingen die je gewoon hebt gedaan, zeg maar, in het verleden. En je leert gewoon van mensen. Ik heb veel geleerd van de jongens van Waikiki. Ik heb heel veel geleerd van Phil. Heel veel geleerd van het werken met Chris Hinz, ook al zit hij in een hele andere hoek. En heel veel geleerd met het werken met Rude Boy later, toen we begonnen met Junkie XL. En alle producties die ik in het verleden heb gedaan met Friese bands, Groningse bands, bands uit Amsterdam, Amerikaanse bands, Duitse bands. Gewoon heel erg veel geleerd. En dat neem je gewoon allemaal mee. En mijn insteek is altijd met het maken van platen en producties, dat ik probeer steeds een andere invalshoek te pakken om het opnieuw, zeg maar, aan te pakken. Ja, en ik heb daar heel veel fouten mee gemaakt in het verleden, maar ook heel veel goede beslissingen gemaakt. En van de fouten leer je, en de goede dingen, die had je al goed gedaan. Dus dat neem je weer mee naar de volgende plaat en de volgende plaat. En ja, zo hoop je dat je in ieder geval voor jezelf het gevoel houdt van, nou, deze plaat kan ik wat langer aanhoren dan die daarvoor of die daarvoor. Bij mij is het altijd zo dat als ik klaar ben met een productie, dan ben ik de eerste 2, 3 weken ben ik blij. En dan daarna is het van, ik had het eigenlijk zo moeten doen of zo moeten doen. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Hoe die nieuwe plaat van die vorige plaat die na die nieuwe sessie meer hoe die zelfs, weer wat Ja. meer een gitaargericht CD, ik bewat. Wat kun je bij verwachten van de nieuwe plaat? Nou, die nieuwe plaat die is echt heel hard. Niet zozeer snel, maar het is een hele intense plaat. En het is eigenlijk weer een beetje terug naar mijn roots. Het is hele simpele electro beats met hele punky gitaren met agressieve vocalen. Teksten zijn meer van de beschrijvende aard en veel minder van, oh, maar dit vind ik, of dit gaat over mezelf. En die vorige plaat was een meer introverte, persoonlijke plaat. En dat had veel meer te maken met van dat ik verhuisd was van Amsterdam 4 jaar geleden naar Los Angeles. Wat bijna niet uit te leggen is aan de Nederlander hoe groot dat verschil is tussen zeg maar Nederland en Los Angeles. Niet Amerika, want Los Angeles is ook een eilandje. In Amerika, zeg maar. Dat zijn niet de tweezelfde dingen. Maar het verschil tussen Los Angeles en Amsterdam is zo gruwelijk groot. En als je daar aankomt, ook al was het te gek voor mijn muziekcarrière en is het helemaal ontploft qua werk en allemaal van dat soort dingen. Maar je bent ook een mens en je zit in zo'n stad en je denkt van, shit, wat doe ik hier, man? Echt, het is zo anders, het is zo. Je moet zo wennen. En die plaat gaat er eigenlijk over van. Daarom heette die plaat ook Today. Zo van ja, ik weet waar ik vandaan kom en ik weet eigenlijk nog niet precies waar ik naartoe wil. En ik sta hier en nu en ik ben het allemaal een beetje aan het uitzoeken. En daarom heet die plaat zo. Hoe verschilt die komende plaat met het vorige materiaal? Nou ja, bijna elke plaat die ik gemaakt heb is heel anders. De allereerste Junkie plaat die was heel tweedimensionaal, heel energiek, heel intensief. Met name ook door de raps van Rude Boy. De tweede plaat nog altijd met Rude Boy, maar het was veel meer melodisch en had veel meer diepte, zeg maar, in de songs. De derde plaat heb ik samengewerkt met allemaal jaren 80 helden, zoals Dave Gahan van Depeche Mode, Robert Smith, Gary Numan, Chuck D, Terry Hall, Anouk. En dat is echt heel veel songs en heel erg jaren 80 vibe. Heel conceptueel album, heel veel over nagedacht van hoe ik dat allemaal wilde vormgeven. De vorige plaat heb ik net uitgelegd. En deze nieuwe plaat is eigenlijk, ja, gewoon bijna terug naar af, naar die tweedimensionale energie waar ik echt probeer te vangen van. Mijn live concerten zijn heel energiek, zijn heel erg heel veel plezierig, zeg maar. Het is een hele goede vibe altijd bij mijn shows. Ik speel ook veel met het publiek, een beetje tong in cheek, gewoon grappen maken en zo. En deze plaat is gewoon precies wat dat is. Het is heel energiek, heftig en ja, er zitten ook wat lollige dingen in die heel erg refereren aan die lol die ik heb als ik op het podium sta met het publiek. Dan maak ik zeker een tiertje muziek voor games. Ja. Hoe best is erbij gaan? Nou, ik ben er eigenlijk mee begonnen vanaf de begintijd van Junkie XL. Dus het is zeg maar 95 geweest, 96. Toen ben ik ook begonnen met muziek voor games.
En toen ook door al mijn collega's versleten als sell-out en commerciële jongen en noem het allemaal maar op. En nu gaat die hele platenindustrie die gaat de grond in. En nu staat iedereen in een rij in LA om muziek te maken voor games. Dus het is wel heel grappig. Maar nu is het heel moeilijk voor heel veel mensen om daar nog in te komen, dan wel tussen te komen. Omdat er al zoveel mensen zijn die daar zoveel ervaring mee hebben en dat zo lang al gedaan hebben zoals ik. Mm-hmm. Ben je zelf ook een fanatieke gameplayer? Geweest. Oh. Niet meer. Ik heb echt tijden gehad tot eigenlijk Junkie XL echt begon te toeren in 1997. Speelde ik ook wel 4-5 uur per dag. Gewoon allerlei games. Ik vond het echt helemaal te gek en ook heel uitdagend, zeg maar. En ja, wat je nu kan met games, dat is echt totaal bizar. Alles is interactief, ook de muziek. Het is een enorme uitdaging om dat te doen. Ik vind het echt fantastisch. En het is ook nog eens een keer dat de afzetmarkt van videogames is zo ongelooflijk hoog. En de aantallen van videogames die verkocht worden zijn zo bizar hoog dat zoveel mensen komen gewoon in één keer in contact met jouw muziek. Dat red je gewoon niet met een plaat. Ik heb onlangs Need for Speed gedaan, wat een van de grootste spellen van EA Games is. En dan heb je het gewoon, dat spel komt over 2 weken uit en dan met kerst zijn er iets van 12, 14 miljoen van verkocht. Nou, er is geen enkele artiest op deze aarde die nog 14 miljoen platen verkoopt. Dus die muziek die dendert wel even 14 miljoen woonkamers binnen. En waarschijnlijk het dubbele, driedubbele, omdat videogames worden uitgeleend aan vriendjes en noem maar op. Dus het is echt, dat is een afzetmarkt die je niet meer bereikt met platen. Dat is voorbij. Die platenindustrie die bestaat ook niet meer over 3 tot 5 jaar. Die is gewoon helemaal weg. Verzin je toch meer met die games dan met je eigen muziek? Nou, als je het hebt over geld, zeg maar videogames en het zijn van de artiest. Technisch gezien verdien ik meer geld met videogames. Maar het gaat wel hand in hand met het zijn van artiest. Dus als ik zou stoppen met het uitbrengen van platen, dan zou dat impact hebben op mijn werk in de videogamewereld en de filmwereld. Omdat wat die mensen nou juist te gek vinden, is dat jij een artiest bent van vlees en bloed, die aan de ene kant heel erg staat in de realiteit. Plaatjes uitbrengen, wereldwijd toeren over de hele wereld op festivals en clubs en dat soort dingen. En aan de andere kant woont in LA en heel actief werkt aan videogames en films. Dus als ik zou stoppen met mijn artiestencarrière, zou dat effect hebben op een negatief effect hebben op de games en de films. Wij maken toch muziek voor games. Wat doet hij daar dan in om? Ja, voor mij is het gewoon een creatieve uitdaging. En ook omdat ik van jongs af aan videogames echt fantastisch vond. En films ook. En altijd enorm geïnspireerd geraakt door wat mensen deden voor films. Andere componisten, zeg maar, toen ik daarna begon te luisteren. Ik had altijd zoiets van, goh, dat zou echt een droom zijn om dat zelf ook te doen. Ik heb altijd wel een beetje beschouwd dat op een iets hoger plan stond als het zijn van artiest, zeg maar, voor mijzelf. Nu ik het doe en nu ik het heel veel heb gedaan, ik moet echt zeggen dat ik het echt fantastisch vind. Maar het is gewoon teamwork. Hè? Het zijn van artiest, dat doe je gewoon zelf en dat doe je wel in overleg een beetje met je maatschappij, maar je maakt dan gewoon je eigen muziek. En met een film ben je gewoon echt onderdeel van een team waar je heel veel feedback krijgt van heel veel mensen. En je leert ook heel erg omgaan met je eigen muziek, dus dat niet elk stukje muziek wat je maakt, dat je dat zelf beschouwt als je meesterwerk. Maar je moet daar heel losjes mee omgaan. Van, oh ja, dit is een stuk muziek wat ik heb gemaakt. En dan zegt zo'n director, ja, maar ik vind het eigenlijk niet passen bij het beeld. In wat voor mate is geld wichtig voor jou? Voor mij is geld belangrijk tot op een level dat A, de mensen die met mij werken en voor mij werken gewoon betaald kunnen worden. Als ik gewoon mijn huur kan betalen. Een aantal dingen kan doen in het leven die ik fijn vind. En dat is af en toe eens lekker uit eten gaan en een goed wijntje drinken. En dat ik mijn ziektekostenverzekering kan betalen, wat in Amerika van een heel ander level is als de 140 euro per maand hier in Nederland. En dan is het voor mij allemaal wel prima. Ik ben iemand van jongs af aan, ook zo opgegroeid door mijn ouders. Ik ben met heel weinig tevreden en dat is eigenlijk nog altijd zo.